girl. I'm a nice guy. Look her in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe vlog. Mijn naam is James en we zijn vandaag. Ga ik ook eerst een keer een kleine uitleg geven waarom ik een tijd niet heb gevlogd. Epilepsie is niet onder controle, dat is één reden, dus dat is medisch gezien. Twee, veel meer dingen doen, foto's maken en zo. Dus, het is allemaal zo en streamen, dus. We proberen wel altijd wel dingen te doen, maar ik heb even ook tijd genomen voor alles in orde te maken. Qua financieel, qua huishouden en mijn madame aan het werken is. Van alles en nog wat. Dus dat is allemaal zo'n beetje een specifieke reden. Maar mensen, we zijn terug. We gaan lekker ervoor gaan. Vandaag, wat gaan we doen? We gaan het gebied naar de kapper. Ik ga mijn baardje nog een keer laten bijwerken. Het gaat niet kort. Ik wil het ook niet. Ik wil het gewoon lengte doen dat niet is, maar gewoon een beetje bijwerken. Papa gaat ook zijn haar laten doen, dus gaat papa het gebied wel zien in de vlog. En ik zit buiten nu, trouwens op mijn terrasje. Dus ik, ja, het is wel. Dat is de uitzicht, mensen. Dus ik hoop mensen dat jullie plezier hebben. Ik heb Eurodruck even op hold gezet omdat ik ook dat er een probleem is. Elke keer dat er een update geweest is, reset dan mijn account. Dus normaal mag het technisch niet kwaad kunnen. Maar het gebeurt. Dus ik was ongeveer level 20 op Eurodruck. En ja, uiteindelijk kan ik er veel aan doen. Nee, want het is maar een computer. Dus, maar mensen, we gaan er sowieso een hele goede. Ja, ik heb het zelf even on hold, maar ik kan wel verder met American Truck Simulator. Dat kan ik wel nog mee voor doen. En de maandag, de woensdag en de vrijdag ben ik van 9 uur of 9:30. Dus tussen 9 en 9:30 ben ik live. Dus de maandag, de woensdag en de vrijdag. Dus de maandag en de woensdag is zo een uur en een half dat ik live ben. Maar de vrijdag, mensen, is altijd 3 tot 4 uur live. Dus als jullie suggesties hebben, wat game of iets dat ik moet doen, laat mij gewoon weten, mensen. En we zien elkaar straks. Later. Hey mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we niet thuis. Ik ben ondertussen hebben we een terrasje gedaan. Naar de kapper geweest, zoals je ziet. Ja, baardje toch een beetje bijwerkt. We hebben vandaag ook. Papa heeft zijn haar ook laten doen. Maar papa is nu een beetje aan het rusten. Maar mensen, het is een korte vlog vandaag. Maar het is voor te kijken wat we nog gaan kunnen doen. Dus zoals je ziet is baardje bijwerkt. En het belangrijkste is, van vergeet zich sowieso niet te abonneren op mijn kanaal en te liken. En vanavond ben ik weer live op Twitch. En we gaan er gewoon een leuk moment van maken. Het is een beetje wolken. Maar kijk mensen. Maar we gaan sowieso. Zondag is er een nieuwe deel 2 van het Scheldevelde. Dus deel 2 komt er sowieso aan. Dus maar ik ben aan het wachten tot wanneer dat we een effectieve goede intro hebben. Samen met papa. De intro is al van nog, maar ik wil een filmpje maken met het voorstellen van de mensen. En dan gaan we pas de serie beginnen droppen. Dus mensen, hopelijk genieten jullie ervan. Het is spijtig genoeg een korte vlog voor vandaag. Maar er komen nog sowieso nieuwe vlogjes aan. Vrijdag gaan we bij de kindjes. We gaan er gewoon puur van genieten. Mijn madame is ook gaan werken. En nu gaan we ook mijn makje alles klaarmaken voor het streamen. Ja! Dus mensen, ik zie jullie vanavond. Kom zeker kijken naar de livestream. En later.